ben Joost Baritsche. Ik ben verantwoordelijk voor alle teelten binnen Schenkenveld. In totaal hebben wij 5 locaties, waarvan 4 locaties in het Westland en 1 locatie op Rijshout. In totaal hebben we 80 hectare, waarvan het grootste deel tomaat. En 1 locatie telen we tegenwoordig ook komkommer. Op alle locaties zijn we overgestapt op de IVO. Wij willen gewoon voorop lopen, dus ook met de IVO zijn we als een van de eerste gebruikers zijn begonnen, omdat we ook die kennis zo snel mogelijk willen opbouwen en daarmee zo goed mogelijk producten op de markt kunnen brengen. De intelligence algorithm, dat betekent voor ons dat het een hulpmiddel is om minder fouten te maken in de teelt. En omdat wij denken dat we naar de toekomst toe steeds meer moeten gaan werken met data. En dit systeem helpt, ondersteunt de telers om betere keuzes te maken. Je ziet ook best wel schaalvergroting in de tuinbouw. En wij denken hierdoor dat 1 teler groter oppervlak, groter areaal alleen kan sturen. We zien makkelijker dat we eigenlijk achteraf veel luchten, waardoor energie verloren gaat, waardoor CO2 naar buiten gaat. En sinds dat we dit gebruiken, luchten we een stukje minder, kunnen we de CO2 meer binnenhouden. En je hoeft ook minder energie in. Wij investeren in nieuwe technieken om meer tijd over te houden, de foutgevoeligheid eruit te halen en meer productie te leveren. Wij telen hier elke dag met passie. Passie voor het product, passie voor de planten. Alles willen we gewoon elke dag perfect hebben.